Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit keer een weekvlog. Ik denk dat ik niet elke dag ga filmen, maar het wordt een soort van mengelmoes van dagen. Maar super leuk dat je kijkt en ik hoop dat alles goed met jullie gaat, dat jullie gezond zijn. Ja, ik sta in mijn cuisine, want ik ga lunch maken. Ik ben vandaag aan het werk voor de bibliotheek. Heel erg leuk, want ik verwacht vandaag 2 pakketjes. En de ene is een geheime vintage box. En zo excited om die samen met jullie te unboxen. En ik ga het ook passen, dus dat komt ook in deze weekvlog. En vandaag komt ook nog een pakketje met sieraden, waar ik ook echt super benieuwd naar ben en vet excited over ben. Ik heb een beetje kettingen nodig. Ja, mannen, focus, wraps. En ik heb, hopelijk, als mijn hersenen me niet in de steek laten, heb ik nog vega kip. Ik ga er ook spinazie in doen. Vega kip spinazie. Ja, wat else eigenlijk. Wat else. Oh, en dit is trouwens echt de lekkerste chili saus. En het is gewoon de original van de Jumbo. En echt, huts. Dan gaan we. Beetje kokos. Kokosolie. Ik vind het de laatste tijd lekker om warm te eten 's middags. Omdat ik dan ook meer energie krijg om mijn dag door te komen. Dus ik vind zo'n wrapje een fantastisch idee. Kijk wat is binnengekomen. Ik heb deze sieraden van Anna Luisa gekregen. Ik vind ze erg nice, want zij gebruiken dus voor het maken van hun sieraden. Gebruiken zij, ik ga ondertussen de eerste openmaken. Gebruiken zij 100% gerecycled gold en sterling silver. Nu weet je dat ik altijd goud draag of gold plated. En dit is de eerste. Ik had trouwens best wel veel producten doorgegeven die ik wilde. Dus ik weet ook niet welke zij erin hebben gedaan. Maar kijk hoe cute. Een envelopje. Dit is een simpele gouden ketting. Ik wil dit doen met een andere ketting. Dus ik hoop dat hij erbij zit. Ik vind het echt zo vet minimalistisch en mooi. Dus dit is de eerste. Dit is precies wat ik wilde. Echt zo mooi. Ik vind het altijd erg mooi als je zeg maar een zwarte normale sweater hebt. En daarop dan zo'n kettingje. En dan zo'n ketting. Dus die ga ik ook gewoon gelijk aandoen. Kijk nou. Ja. Zo pretty. Kijk, dit miste ik dus echt op die sweater. En dan heb ik dus nog een envelopje. Zit daarin. Ah, mooi. Vertrapte munt of zo. Een beetje zo muntachtig. Ook echt heel erg cool. Het past ook wel echt heel erg bij. Your jewelry has been handcrafted to last. We wish you many happy times together. Oh, thank you. Ik denk dat ik voorlopig deze even aanhoud. Ik moet trouwens echt even uitkijken dat mijn vega kippie niet aanbrandt. Zo blij ermee. We gaan er even dichtbij laten zien. Oh, nu ziet het echt veel beter. Je ziet gewoon dat het goede kwaliteit is. En ik ben het altijd zo beu dat mijn kettingen, zeg maar, na een periode gaan, ja, een beetje zo'n andere kleur gaan nemen. En ik zal de linkjes van de 3 kettingen hieronder in de beschrijving zetten. En ik heb ook nog een 10% discountcode voor jullie. Dus als je nog hele mooie sieraden nodig hebt, dus bijvoorbeeld kettingen, oorbellen, ze hebben ook ringen volgens mij. En ik heb dus 10% korting voor jullie. Nou, dat vond ik leuk om te delen. En daarvoor kan je deze code gebruiken. You're welcome. You're welcome. Als je op de site kijkt, dan zie je dat de prijzen ongeveer vanaf 40 euro zijn tot hoger. Het zijn dus niet echt goedkope sieraden. Maar ik vind altijd wel, als je kwaliteit wil, dan is het vaak wel iets duurder. Gelukkig zijn ze niet aan het aanbranden. De vega kip neem ik trouwens eigenlijk altijd bij de vegetarische slager. Want ik vind die wel echt het lekkerst. Even goed pauze houden. Even Netflix kijken. Ik ben trouwens echt super benieuwd wat jullie nu op Netflix kijken. Ik heb echt al zoveel gekeken. Working Moms, Modern Family, How I Met Your Mother opnieuw. Gilmore Girls opnieuw. Nou ja, ben ik niet mee bezig. Ik heb zoveel gebingewatched. Niet normaal. Ik ben begonnen aan Friends. Oh mijn god, Love is Blind. Geweldig. Ik ben benieuwd of ik aan Never Have I Ever moet beginnen. Omdat ik denk dat het misschien een beetje kinderlijk is of zo. Maar ik weet niet, misschien ga ik wel gaan beginnen. Ik ga nu lekker Modern Family kijken, want het is gewoon lekker luchtig en snel. Concierge is actually.
Oké, ik dacht, ik ga eventjes wat anders aandoen. Dan kom ik een beetje uit mijn comfy outfit. Voor de mensen die willen weten waar deze rok vandaan komt. Deze heb ik in mijn vorige video gekocht bij United Wardrobe. Dit is dan de look. En die kettingen, die passen zo goed bij. En ik ben klaar om te gaan. Maar ja, je girl gaat niet naar buiten. Dus ik heb dit nu voor mezelf aangedaan, want ik vind het gewoon leuk. Weet je, dan voel je ook veel, hè? Veel luchtiger, voel ik me. Ik ga weer door met werk, dus... Ik heb dus een vintage bundle box gekregen van Vintage Pluk. Ik ben zo benieuwd. Let's see. Zo, ze heeft het helemaal ingepakt. Hoi Romaan. Oh, ik zie wat het is. Nee. We hebben goed naar je Instagram gekeken en we hebben op basis hiervan een box samengesteld met tweedehands vintage kleding en accessoires. De gehele inhoud van deze box is getrift in Amsterdam. Leuk. In deze brief vind je een korte uitleg waarom we deze items voor je hebben gekozen en manier hoe je ze kunt stylen. Let's go. Ah, oh, superleuk. Item nummer 1. En hij was volgens mij te waarde van... Hij was te waarde van 67 euro de box. Ik weet het even niet meer wat ze had gezegd in een mail, maar ik zal het even hier zetten. Oké. Rocky. Een soort van riempje hier. Maat 34, dat is wel mijn maat. Het is wel echt zo'n high school jurkje. Of een high school rokje. Ik ben heel benieuwd waarom ze dit heeft gekozen. In je laatste video was je op zoek naar tweedehands jurken. Om uit je comfortzone te stappen en je iets anders te geven dan dat je al hebt, hebben wij een rokje uitgekozen. Hij is chic, sexy en onmisbaar uit van je kast. Nou, dit is wel zeker uit mijn comfortzone. Ik ga even goed nadenken hoe ik dit wil stylen. Ik denk dat het heel erg leuk is om dit te stylen met... Omdat het best wel chic is. Misschien met een sweater of met... En dan met Dr. Martens of zo. Ik ben heel benieuwd. Oké. Dit is inderdaad iets wat ik niet heb. Item 2. Een topje. Oh, wat is dit? Oh, pretty. Dit is... Kun je dit goed zien? Het heeft zeg maar hier een soort van franjes. En het is een topje van Max. Ik vind hem heel cute. Hebben ze nou een set gemaakt? Laten we het lezen. Zwart topje. Om te combineren met het zwarte rokje hebben we gekozen voor dit zwarte topje. Dit topje bevat hele mooie ruffle details en is perfect te combineren met andere broeken en rokken in je kledingkast. Nice. Echt cute. Nou, ik weet niet of ik dat zou dragen als rokje. Het is wel heel erg sexy en heel erg... Bloot. Ik vind het wel echt heel leuk gedaan. Nummer 3. Oh, wat. Wauw. Oh, dit is leuk. Ik hou echt van haltertops. Hij voelt ook echt super zacht aan. Ik heb bijna geen grijs in mijn kast. Alleen grijze sweaters. Dus ik vind het wel erg leuk dat ze een grijs item erbij hebben gedaan. Ik ben benieuwd. Ik vind hem echt mooi. Deze top hebben we er speciaal voor je bijgestopt omdat we op je Instagram zagen dat je fan bent van grof gebreide stoffen. Aangezien de zomer aankomt, hebben we het kort en luchtig gehouden. True. Cute. Nummer 4. Het lijkt net zo van... Het lijkt dat het mijn verjaardag is. Oh, wauw. Oké. Oh, dit vind ik wel heftig. Vind ik het leuk of heftig? Oké, ik weet niet of dit iets voor mij is.
met de patronen, zeg maar. Dit moet ik echt aanzien. Want op zich, zeg maar, met zo'n broek kan het heel cute zijn. Met kettingen en zo. Maar ik weet niet of dit mij gaat staan. Ik weet niet of dit mij gaat staan. Ik zit er toch aan te denken om het eerst te wassen voordat ik het ga passen. Dus dat ga ik wel denk ik even doen. Dus dan zie je mij straks terug. Maar dit is dus het vierde item. En ik denk dat het ook wel erg leuk is op inderdaad zo'n beige broek. Maar ik weet niet of dit me gaat staan. Cable knit sweater. Ook zien wij veel sweaters in je closet. We hebben gekozen voor een sweater met een printje. Omdat we veel printjes zagen in je kledingstijl. Maar nog niet in een sweater verwerkt. Leuk om oversized te dragen. Ik hou sowieso echt van oversized. That's for sure. Weet je, we gaan zien. Dan het laatste pakketje. En volgens mij is het een tas. Het is natuurlijk wel heel erg moeilijk om voor iemand zo'n stylingbox te maken. En dat vind ik ook nog eens wel heel erg leuk van zo'n surprise box. En zij hebben natuurlijk wel een beetje naar mijn Instagram gekeken. Maar als je zo'n surprise, zo'n vintage bundlebox bestelt, loop je natuurlijk altijd het risico of je het wel of niet leuk vindt natuurlijk. Oké. Wel leuk. Oh nee. Oh, er zit nog deze tas in. Nu vind ik hem zo leuk. Zo iets minder. Ik vind dit altijd een beetje oudbollig. En hij is ook wel laag. En ik ben lage tassen ook niet echt gewend. Ik heb altijd tassen die zeg maar tot hier komen. Even kijken of ik dit aan jullie kan laten zien. Ja, ik vind hem op zich wel leuk. Maar hij is wel groot. De vibe is er. Ik vind deze tas wel heel erg leuk. Maar ik zou hem dus niet zo dragen. Maar dus de andere kant. Ik heb vaak tassen die zeg maar zo komen. En ik denk dat het ook wel eens een keer leuk is om een wat lossere tas te hebben. Ik heb deze trui erop gedaan. Nu weet ik dat dit soort tennis skirts-achtig met van die sneden best wel weer in zijn op dit moment. Alleen, het is gewoon niet helemaal mijn ding. Weet je, het is gewoon niet mijn ding. En ik vind het wel echt een hele mooie rok. Dus ik ga er zeker iemand anders blij mee maken. En ja, wel jammer. De vibe is er wel, maar I'm not feeling it. I'm just not feeling it. Ik ga snel naar het volgende. Daarentegen vind ik het topje echt heel erg leuk. De vakken hier. Ik weet niet of je het goed kan zien. En dit maakt het wel heel erg vintage. En ik vind het heel erg leuk bijvoorbeeld op deze rok. En het past. I like it. On to the next one. Nou, is toch leuk. Ik heb hem gecombineerd met deze Levi's ribcage jeans. Ja. Echt heel leuk. Hij is ook echt heel erg zacht. Dus deze ga ik echt vaak aandoen. Dus ik ben heel erg blij met deze. Ik weet het niet. Dit is de detail. Ik zie een beetje hier een vader in. Met kerst. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het zelf niet helemaal mijn ding. Ik heb deze weer even aangedaan. Want deze vind ik echt het allerleukst. Dus Vintage Plug, dankjewel voor het opsturen van deze box. Ik vond de ervaring echt heel erg leuk. Ik ben heel erg blij met sommige items. En de items die ik niet zo leuk vind, ga ik zeker andere mensen blij mee maken. Mocht je benieuwd zijn naar Vintage Plug, zal ze hieronder in de beschrijving even zetten. Good morning! Ik ga samen met mijn moeder en mijn doggie naar het park. Mijn haar is het echt curly vandaag. Ik heb het dus niet gewassen. Ik heb het alleen nat gemaakt. En zo op laten drogen. Ik vond dit wel een leuke combo. Lekker, hè? Fris. Ik heb zin om lekker smoothie te maken. Ik ga allemaal dingetjes inpakken. Ik denk dat we hier ergens in de buurt gaan zitten waar geen mensen zijn. Eerst even hier een beetje opruimen. En stofzuigen. Dan is het gewoon al fresh. Als ik wegga en als ik thuis kom, is het nog steeds fresh. Dus dat gaan we doen. Oké. Okay. Muziek! Ik denk dat ik met
cacao poeder, banaan, amandelmelk, pindakaas. Een walnut. Gaan ook mee. Normaal gesproken moet je het doen met 2 bevroren bananen. Maar die heb ik niet. Oh mijn god, pas precies. Wauw. Zo leuk en fijn. Ik heb net gedoucht, zoals jullie kunnen zien. En nu is het tijd voor een masker. Ik heb best wel heel de dag in de zon gezeten. En ik heb nu wel een beetje hoofdpijn. En ik heb ook echt te weinig gedronken, dus dat is echt niet goed. Zeg, het moment dat je dorst hebt, ben je eigenlijk al te laat. En ik ga het Circle USA beginnen. Daar heb ik heel veel zin in. Lekker self-care avondje. Ik heb trouwens deze trui bij Finokilo gekocht. Zijn dat natuurlijk van die vintage sales. Maar ze hebben ook een online website. En deze heb ik online gekocht. En I like it. Ik maak dus nu elke avond een voetenbad. Omdat je soort van de indrukken van de dag helemaal kan loslaten. Ik gebruik altijd 1 eetlepel badolie. Ik gebruik cipres vanavond. Ik heb eergisteren dus mama gezien. En ik denk dat dat heel veel emoties naar boven bracht. Omdat ik er echt allemaal niet had gezien. En mijn moeder en ik zijn gewoon heel erg close. Ja, ik besefte me toen pas zeg maar, hoe erg ik mensen mis. Ik eigenlijk nooit zo lang in mijn huis ben. Ik ben altijd iemand die daar een koffie gaat doen, daar een koffie gaat doen. Weet je wel, ik vind het heel erg fijn om te werken in een café bijvoorbeeld. En gewoon met mijn dierbaren te zijn. We weten nog steeds niet hoe lang dit gaat duren. Hakt het er gewoon weer even in. Een soort van realisatiemoment. Weet je wat er zo raar is? Ik was dus zo positief. En ik vond het eigenlijk heel erg fijn om in mijn eigen cocon te zijn. En de dingen te doen die ik heel erg leuk vind om te doen. Zoals mijn studie. En video's maken. En podcast. Ik voelde me zeg maar niet alleen. Ik denk dat je dan ook heel veel gaat nadenken. En je gaat ook heel veel reflecteren op jezelf en op je leven. En hoe je het wil. En wat je belangrijk vindt in het leven. En ik denk dat het ook heel erg goed is om te beseffen dat je niet altijd oké kan zijn. Je kan niet altijd positief zijn. En je kan niet altijd productief zijn. En ik denk dat ik dat wel van mezelf eis. Je kan wel even chillen, maar doe ook gewoon wat je graag wil doen. Maar ja, als het niet gaat, dan gaat het gewoon natuurlijk niet. Dan heb ik ook zoiets van, ja, ga jezelf dan niet judgen. Ja, don't beat yourself up. Ik ben mezelf nu aan het troosten. Oh. Maar ja, vandaag is dus zo'n dag. Ik voel gewoon heel erg pijn in mijn armen en hier in mijn maag. En het is gewoon een soort stressgevoel. Ik wil dus sowieso even vertellen hoe het met me ging. En ik wilde ook vertellen dat het oké is om niet oké te zijn soms. En dat je dat ook niet van jezelf moet eisen altijd. En jullie weten dat ik hier best wel veel over praat. 2 jaar geleden alweer heb ik een video gemaakt over het is oké om niet oké te zijn. Ja, misschien heb je er wat aan. Dus ik zal het hieronder in de beschrijving ook even zetten. Ik vind het nummer trouwens zo mooi. Sowieso akoestische nummers. Die raken me echt gewoon. Ik ga vanmiddag naar het park met Jasna. En dat doen we natuurlijk op afstand. Ik heb
voor het eerst bruine rijst fusilini gemaakt. Het ziet er zo uit. Toen ik het zag, dacht ik echt bruine rijstpasta. Hoe weird. Ik dacht, ik ga het gewoon uitproberen. En ik heb het net geproefd. Twee. En ik vond het echt super lekker. Dus ik heb het in mijn meeneembakje gedaan. Het is bruine rijstpasta. Gele paprika, komkommer, alfalfa, spinazie. Ik heb hier zwarte olijven. Daarop heb ik nog hennepzaad gedaan. Chiazaad en zonnebloempitten. Lekker vullend. I love it. Ik drink deze smoothie. En dit is echt een van mijn favoriete smoothies van Innocent. En het is met havermout, appelbanaan en kaneel. En het is super lekker. En ik ga ook een ijskoffie maken. Zodat ik die kan meenemen. Ik heb daar heel erg veel zin in. Dus dat ga ik nu eventjes maken. Het is echt super lekker weer buiten. En volgens mij is het ook de laatste dag dat het zo lekker weer gaat zijn voor deze week. Want ik zag alleen maar regen en onweer. Ik dacht echt, ik ben echt obsessed met mijn scrunchie van Atelier des Femmes. Hij is echt zo groot en beige en fruit. En chipito's. Weet je, soms moet je even de balans hebben tussen fruit en pindaknabbels. Twee kussens. Zonnebril. Ik voel me, zeg maar, niet super goed. Alleen, ik heb heel veel zin om Jasna weer te zien. En ja, ik ga gewoon genieten van deze dag. Ondanks dat het niet helemaal goed gaat. Cody. Wauw. Wauw. Good morning. Het is vroeg. Maar ik ben al 3 kwartier wakker uit mezelf. Ik begin mijn ochtend met journalen. Omdat ik zoveel in mijn hoofd heb dat ik even alles moet opschrijven. Zo kan ik wat beter de dag beginnen. En daarna ga ik opschrijven wat ik vandaag sowieso moet doen van mezelf. Oh, het is zo slecht weer. Vandaag is chill outfit day. Ik heb wel oorbellen ingedaan. Dat vind ik altijd wel leuk. Deze zijn van Monkey. Deze trui heb ik getrift. In Amsterdam volgens mij bij Episode. Ik weet het niet. Oh nee. Waar heb ik deze nou? In Brussel heb ik deze getrift. Bij Episode. En dit is mijn witte joggingbroek van Misguided. Ik heb zin om mijn huisje een beetje gezellig te maken. Dus ik ga even een kaarsje aandoen. En dat ik ook even een lampje aan ga doen. Want het is echt donker. Je ziet het niet echt op camera. Maar it's dark, my friends. En ik ga een theetje voor mezelf zetten. Dit is nog van gisteravond. Ken je dat? Dat je thee zet? Ken je dat? En dan vergeet je te drinken. Well, that's me. Ik ga voor de 3e keer nu proberen om pannenkoeken te maken. Ik heb nu echt alle ingrediënten van dit in huis. Ik had dus zeg maar echt vorige week, ik dacht echt, I'm gonna give up. Want elke keer als ik de pannenkoek probeerde te maken, dan probeer ik het om te draaien. En dan, nou, het lukte gewoon niet. Het viel gewoon uit elkaar. En nou, drama. Ik had toen ook geen maatbeker, dus misschien is het daarom. Ik heb nooit zulke mooie pannenkoek gemaakt. En ik zal even het recept wel hieronder in de beschrijving zetten. Ik ben echt ontzettend verbrand gisteren. Ja, wow. Ah, no. Today is not my day. En ik voelde me niet comfortabel achter mijn pc bij mijn bureau. Dus wat ik ga doen is mijn werkomgeving verplaatsen naar mijn stoel. Ik heb mijn headphones. En ik ga mijn deken ook erbij neerleggen. Ik ben helemaal ingepakt. Ik vind het trouwens heel erg fijn om van die binaural muziek op te zetten. Dus dan bijvoorbeeld calming binaural
Beats for work. Feel calm, centered with binaural beats. Dat is wat we nodig hebben. En als je dit voor het eerst luistert, denk je echt, wat is dit? Maar het is echt heel erg fijn. Dus aanrader. Het is dus zaterdag. En ik heb een online lesdag. En ik ben nu mijn lunch aan het eten. We moeten echt al bijna weer beginnen. En mijn noedels zijn net pas klaar. Dus ik had zoveel zin in noedels met een bouillon. Maar ja, straks moet ik die camera weer aanzetten. We zijn ongeveer met 20 mensen op Zoom. En eigenlijk, als je wat wil zeggen, dan steek je je hand op. En dan unmute je jezelf. Ik merk gewoon dat mijn hoofd daardoor best wel vol raakt met informatie. En dat ik denk, oh my god, zoveel info. Ik ben ook ondertussen aantekeningen ook aan het maken tijdens de les. En eigenlijk gaat alles best wel goed. Dus ik ben heel erg blij. En het zijn ook wel hele fijne mensen. Dat is ook wel heel erg fijn. Psychologeren van afgelopen weekend. Dus dat je weer kijkt of je die koppelingen daarin kunt gaan maken. Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje als een koppeling naar kunnen. Dit allemaal lees. Oh my god. Ik moet nog zoveel leren. En ik wil het zo graag. Zoveel informatie. En zo moeilijk. Je girl is een beetje verslaafd aan TikTok. En ik ben ook al een paar keer viral gaan op TikTok. Dat ik echt dacht, oké, why? Als je nog niet volgt op TikTok, follow me. En nu ben ik niet echt van de dansjes die de mensen doen op TikTok om die na te doen. Maar ik vond dit nummer en het dansje wat erbij hoort heel erg leuk. Dus ik wil gewoon voor de fun nadoen. Eigenlijk wat ik op TikTok doe is gewoon waar ik zin in heb. Dansies, tips met dansies. Nou ja, dat. Ik snap niet wat hier gebeurt. Ze doen een soort van dit. Dus zeg maar 1, 2, 2 keer. En dan zo. Zo kruisen, maar ik kan het niet tegelijk. Kut! Het is gelukt. Soort van. Ik heb hem niet op TikTok gezet, want het is gewoon niet mijn ding om te doen. Maar ik vind hem wel leuk geworden. Ik ben natuurlijk een outro vergeten te filmen, dus een voice-over. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was een lange video, een video met heel veel ups en downs. Maar dat is ook gewoon real life at the moment. Ja, ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie snel weer in een nieuwe video. Bye!